Neem Nicole. Volgens mij komt hij van een andere planeet. Jullie moeten ervoor zorgen dat de zaal een en al country en western uitstraalt. Wij willen jullie werk alvast eens bekijken. Nee, het is niet nodig. Buitenaards. Hij kwam van ver met maar één doel. De aarde te overheersen. Zijn missie? 6 jonge mensen ontvoeren. Zijn bestemming? Galaxiepark. In my head, I hear violence in my head. Can avoid them, can deny them. Every day they're chasing me, and I sing the song they're playing. Happily be them and feel free. I hear violence in my head. Jongens, dit is toch niet normaal? Normaal of niet, we hebben wel eens feestje. De koffieshop lag helemaal overhoop en nu is plots alles in orde. Ik ben er zeker van dat Cor voor iets tussen zit. Cor, right. Die kan in 10 seconden een hele zaal op orde brengen. Ik wist niet dat jouw natuurlijke kleur domblond was. En alsof Cor verstand zou hebben van decoreren. Niet iedereen is een ervaren event- en decorating manager zoals ik. Kom eraan. Een ervaren dikke nek zal ze bedoelen. Jullie hebben het allemaal fout. Ja, wat wij hebben meegemaakt is een parapsychologische telekinetische superactiviteit. Ja, en nu in mensentaal, die er luisteren blondjes mee. Aliens! Zij hebben de coffeeshop in orde gebracht. Supersnel! Wow! Helemaal van Mars naar hier gekomen om onze rotzooi op te ruimen. Aliens die zijn in staat om supersnel spullen te verplaatsen. Telekinese. Helemaal? Jij denkt echt dat er hier aliens rondlopen, hè? Ja, natuurlijk. Jij voelde ook dat Co zo verdacht deed. En dan dit hier in die koffieshop. Misschien is die Co wel een alien. Geloof je hem echt? Oké, Co die een beetje raar doet, maar... een alien? Nog eens bedankt voor de goede zorgen. Graag gedaan. Oh, wat een feestje, jongens. Oh. Op zo'n momenten voelt je toch dat je geen 20 niet meer bent. Dank meneer. Zegt mijn opa ook altijd. 61 voorbij is het beste eraf. Allee, zie ik dat nu zo altijd? Tot volgend jaar dan, hè? Ik heb het nog nooit zo vergeten. Echt? Jill. Tot volgend jaar. Ja. Of vroeger. Dag. Ik bel je nog, hè. Een hartelijk welkom. Hallo. Goedemiddag. Dames, kan ik jullie iets aanbieden om te drinken? Ja. Mocht naar daar. Ik ben Oscar Waarman. Hey, waar gaan jullie naartoe? Hey, hebben jullie het gezien? Staat iemand in de krant vandaag? Ik? Oh. Ja, oké, hang hem maar boven de desk. Je bent er niet blij mee? Diederik, ik geef meer geld uit dan er binnenkomt. Cowboyfeestjes, een wedstrijd in een krant. Ik hoop nu maar dat er wat meer klanten komen. Ja, maar dit is toch de perfecte kans? Zo'n geweldig artikel. Jij moet nog meer reclame maken. Denk je? Ja, op radio en op tv. Zodat iedereen kan horen en zien hoe geweldig Galaxy Park eigenlijk is. En dat er tegenwoordig zelfs echte aliens rondhangen. Wacht, wacht, Diederik. Wij moeten overleggen. Melanie, breng jij de kussens naar het zwembad? Kom. Ja, maar... excuseer.
Ik ben wel de frontdeskmanager, hè? Niet een of andere kussenslaaf. Melanie, zwembad, nu. Vanaf vandaag ben jij naast poolboy ook mijn assistent promo en public relations. Huh? Ja, we moeten het ijzer smeden terwijl het heet is. Ja, maar ik dacht dat het... Jij zorgt voor buttons en van dat alienspeelgoed. Je weet wel, merchandising moeten we doen. Hè? Alles wat die kinderen leuk vinden. Ja, ik denk dus dat... Galaxiepark wordt opnieuw een toppark. Ik denk dat hier gisteren een alien is geweest. In de koffieshop. Nou heb ik al dingen opgezocht en het ja, blijft dat is heel maken... goed. Maar zorg nu maar eerst voor die buttons, Diederik. Hm? Ja, maar... De... Een boutje wil raken en hou de bad beter zo vast. Wil jij spelen? Hm? Wow. 2-0. Hé, hey, mijn oma kan nog beter en dat was bijna tegen mijn hoofd. Ik kan nog beter een helm opzetten. Momentje. Jij maar zeggen dat je hem niet leuk vindt. Eigenlijk ben je gewoon een liegebeest. Ik lieg niet. Je staat keihard naar Stef te gluren. Te controleren. Hoe zijn mooie ogen schitteren in het zomerse zonlicht. Nee, natuurlijk niet. Hij is toch schattig en lief? Jullie zouden zo'n leuk koppel zijn. Oh ja. Pakket afgeleverd. Groente, kaas. Heeft iemand je gezien? Je bent een schat. Ga je mee? Nee, ik ga nog eventjes... Ja. Ziezo, gevaar geweken. Drieën! Alleen Galaxiepark nog wat groter en dan is het perfect. Okay. Ach, straks draagt iedereen die buttons. En praat ook iedereen over ons park. Hè? En over onze aliens. Heel de zomer volgeboekt. Een succesvol, leuk park. En misschien ook wat aandacht van een paar aantrekkelijke vrouwen. Ja, dat laatste heb je niet gehoord, hè? Plaats jij de bestelling? Melanie, je moet hem wel vastmaken met het touwtje hierachter, hè? Anders dan schuiven ze weg. Er komt toch dadelijk zo een of andere lelijke oude heks op liggen, maar maakt het uit. Een lelijke oude heks, hè? Had u graag nog een extra kussen, misschien? Nee, dank u. Dat was een gekke interpretatie van tafeltennis. Hoe bedoel je? Gewoon. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je tegenspeler een helm moet dragen. Dus je hebt me staan bespieden? Nee, ik heb wel wat beters te doen. Juist, ja. Je bent op zoek naar een alien. Je moet er nu niet staan uitlachen, hè. Er gebeuren hier echt rare dingen. Gisteren in de koffieshop. Jij weet toch ook dat dat niet kan? En Co? Volgens mij heeft die creep twee gezichten. Twee gezichten? Dat moet handig zijn. Ik wil je wel helpen zoeken aan die alien. Neem jij maar eens pingponglessen. Zo. Hé! Hey. Oh, momentje. Ja, ik had totaal niet door dat je... Dag dames. Alles goed? Ja, zeker. Niet naar mij zat te kijken. Spijtig, anders had ik eens afgekomen. Ja. Ah, dag, kom. Ready? En? Gaan we winkelen? Opknapspulletjes voor de caravan. Kom, wacht even. Tijdens de openingsuren mag je niet met de auto in het park. Richtlijnen van de verzekering. Hoe moet ik mijn materiaal dan in de caravan krijgen? Te voet komen. Beetje lichaamsbeweging, hè? Sta eens recht. Ik moet hier nog kussens leggen. En een of andere bemoeial heeft mij verteld dat dit riempje aan de achterkant past. Ja, dat kan ook over 5 seconden, hè. Zorg maar eerst maar voor die heksen. Mevrouw. Ja, kom, Didi, ik heb het druk, oké? Ja, ik ook. Wow, wow, hey,
verzenden. Ja, ik hoef het alleen nog maar te verzenden. Dankjewel. Graag gedaan. Ziet er zwaar uit? Wat? De doos, hè? Wat zit erin? Dat zijn mijn zaken. Zal ik anders even helpen? Nee! Maar toch bedankt. Ik tolereer geen eigen initiatief, Exxon 7. De koffieshop lag helemaal overhoop. Ik wou de mensen helpen. Helpen? Onze vijand heeft het nog altijd niet begrepen. Mensen helpen is inderdaad niet jouw opdracht. We moeten de planeet Aarde helemaal doorgronden om de mensheid uit te rooien. Concrete opdracht? Onderzoek naar aardse grondstoffen. H2O. Water. Water? Het is een bron van alle leven, dus een zwakke punt. Je moet een staal naar het moederschip zenden voor verdere ontleding. Begrepen. Dan keer ik nu terug naar de vijand. Goed zo. 10 op 10. Eindelijk zal ik mijn plan kunnen uitvoeren.